Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Café Het Stulpke, Spar Gerco Boeren en HotTubSelect.nl uit Odilia Peel. Dat hoor ik het liefste zal zijn. Tja, waar zou Mirjam Oremans anders willen zitten dan op de tennisbaan? 13 jaar tennis op het hoogste niveau. We zouden ons de hoogtepunten uit je carrière nog eens moeten herinneren, maar met verontschuldigingen, daar zul je ons toch even bij moeten helpen, Mirjam. Met die hoogtepunten. Met die hoogtepunten. Hoogtepunt 25ste op de wereldranglijst in de single. 19e op de wereldranglijst in de dubbel. 5 WTA-finales, waaronder 2 in Rosmalen, wat eigenlijk altijd mijn achtertuin werd genoemd destijds. Mixfinale op Wimbledon in 1992 samen met Jacco Elting. Een paar keer halve finale Wimbledon. En als klapper op de vuurpijl in 2000 de Olympische Spelen van Sydney, waar ik samen met mijn partner Christy Boog het zilver heb behaald. En al die jaren onderweg geweest ook, hè, dat zal je niet in je koude kleren gaan zitten, denk ik. Nou, in het begin droom je daar natuurlijk van om proftennisser te kunnen worden. Ik wilde dat eigenlijk al vanaf mijn 13e jaar, dus dat was al redelijk rap dat ik dat wist, dat ik dat wilde gaan proberen. Maar of dat gaat slagen, dat weet je natuurlijk nooit. En uiteindelijk dan ga je die eerste reizen maken, ja. En dan is er niks mooiers dan dat natuurlijk. Maar tegen het einde van mijn carrière ging dat reizen inderdaad niet meer in de koude kleren zitten. Het continu weg zijn van huis, het continu moeten missen van vrienden, familie, kennissen. En dan zijn er natuurlijk nog andere dingetjes waarop je op een gegeven moment beslist om te stoppen. Waaronder een blessuretje hier, een pijntje daar. En voornamelijk ook het reizen wat ik niet meer zo leuk vond op het einde. Dus dat is dan voldoende om te zeggen dat je moet stoppen. We hebben de stoelen hier op het gravel van de tennisvereniging Frisselstein in Veghel neergezet. Dat is niet waar je begonnen bent, hè? Nee, daar ben ik niet begonnen. Ik ben begonnen op LTV Berlicum op 10-jarige leeftijd. En toen ik 11 was, toen werd er op de tennisvereniging Berlicum gezegd dat ik een bepaald talent had voor het tennissen. En dat ik dan wat verder mocht gaan kijken naar bondstrainingen en dergelijke. Toen was Mike Martin, die hier op dit moment nog steeds huidige trainer is van de tennisschool, die was destijds ook trainer van LTV Berlicum. En die is toen zijn tennisschool begonnen. En toen ben ik eigenlijk langzaamaan meegegaan richting Veghel, richting Frisselstein. En daar is eigenlijk het grootste gedeelte tussen mijn 12e en mijn 17e heeft hier plaatsgevonden, met in combinatie nog een andere tennisschool. Maar de roots liggen eigenlijk in Berlicum en in Veghel. Ja, ja. De sport heeft hij ook nooit meer losgelaten, ook niet na die 13 jaar proftennis. Op welke manier ben je nu met tennis bezig? Nou, ik denk als je een bepaalde passie hebt, dat je het ook nooit kunt loslaten. Tenminste, ik niet. Ik zou het raar vinden als ik mijn rackets in de wilgen zou hangen. Maar ik geef clinics voor bedrijven en voor tennisverenigingen. Ik vind het heel leuk om hetgeen wat ik heb meegemaakt en door al die jaren heen, en de passie die ik nog steeds heb voor de sport, om dat over te brengen op zowel jong als oud. En dat doe ik in de vorm van de clinics dan. En daarnaast geef ik voor de tennisorganisatie van Mike Martin nog een 15 uur in de week training. Waaronder 11 uur privé-training en 4 uur groepstraining. Oké. Hey, roep er je dochter even bij, want ze komt lekker steeds dichterbij. Pleun, kom eens. Ze mag er lekker bij komen. Kom maar. Kom er maar lekker bij, Pleun. Kom je bij mij zitten? Het is ook zo lastig om op een bankje verder weg te moeten blijven zitten. Kom maar, mag je bij mama. Kom maar lekker bij mama zitten. Appet. Zo, is gezellig. Hey, die tennisclinics voor verenigingen, voor bedrijven. Je noemt zo'n clinic een dynamisch en een ludiek evenement. Geef daar eens invulling aan, ludiek. Ja, ludiek op de manier waarop we het geven. We hebben allerlei dingetjes bij ons in de vorm van een survivalbaan waar de mensen doorheen moeten met racket en bal.
We doen alles op muziek. Er zit een warming-up bij die niet tennis gerelateerd is. Dus meer op een aerobic-achtige manier, maar wel heel erg leuk. Want iedereen die kent de bekende tennis warming-up. En die is voor mij zo bekend en uiteindelijk ook wat saaier geworden. Dat wij dachten van nou, daar willen we een andere invulling aan geven. Dus dat hebben we gedaan. En daarna kunnen de mensen op verschillende manieren op de banen punten verdienen. En de twee winnaars van de dag, die worden in een hele grote pot met alle andere winnaars van onze clinics gedaan. En aan het einde van het jaar dan doen wij een loterij. En uit die loterij komt één persoon naar voren die dan de echte winnaar is van alle clinics. Zo. En die krijgt, twee Roland Garros toegangsbewijzen en een overnachting in Parijs voor het jaar erop. Fantastisch. Dus op die manier is het op een andere invulling en op die manier ook ludiek. Behalve op volwassenen. Richt je je ook op jeugd of moet ik zeggen, je richt je vooral op jeugd? Nee, ik richt me vooral op beide. Jeugd, natuurlijk aan de ene kant zie je vaak dat het voor jeugd georganiseerd wordt. Maar ik heb afgelopen zondag een clinic gedraaid en in die clinic hebben wij senioren en junioren gehad. En die combinatie is juist zo leuk omdat je dan ouders en kinderen naar zo'n clinic toe trekt. En dan zie je weer het familiaire gebeuren. Zoals het vroeger eigenlijk ook ontstaan is. Hetgeen wat je ouders deden, dat ging je vaak zelf ook doen. En dat zie je op zo'n clinic, als het een combinatieclinic is met senioren en junioren, dan zie je dat vaak gewoon naar voren komen. En dat, het is gewoon leuk om beide de kneepjes van het vak bij te leren. Als ik heel eerlijk ben, dan kent de jeugd mij niet meer. Vanaf een bepaalde leeftijd, zeg maar boven de 15, als de ouders mij kennen, dan wordt dat nog wel doorgegeven. Maar onder de 15 jaar, moet ik gewoon heel eerlijk zijn, kennen ze mij niet en kennen ze mijn prestaties ook niet. Maar als daar dan ouderen in meedoen en volwassenen in meedoen, dan wordt vaak aangegeven van dat is hetgene wat zij gepresteerd heeft. Ja. En dan komen er ook kinderen naar mij toe en dan zeggen ze van, heeft u echt op Olympische Spelen in Sydney gestaan? Ja, daar heb ik echt gestaan. En als ze me dan u noemen, dan voel ik me opeens heel erg oud. En dan denk ik, het is eigenlijk al veel te lang geleden. Ja. En hoe lang is het nou geleden? Hè? Nog niet eens zo lang. Nee, ik ben 10 jaar geleden gestopt, dus dat valt op zich nog wel mee. Heeft je dochter Pleun ook al eens een tennisracket in de handen gehad? Pleun? Ja? Heb je wel eens een tennisracket? Ja, hè. Af en toe tennissen een beetje mee. Leuk. Ja. En vind je het leuk, Pleun, tennissen? Ja. Even aankijken. Nou. Krijgt tennis voor jouw gevoel voldoende aandacht in de media? Op dit moment gelukkig weer wel, op een positieve manier, maar het is voorheen op een negatieve manier in de aandacht geweest. Wij zijn als Nederland altijd gewend geweest om opvolging te hebben aan hetgeen wat er is geweest. Mm-hmm. En we hebben Tom Hocker, Betty Steuven gehad en vervolgens kwam daar weer opvolging. En onze generatie die heeft minder opvolging gekregen en daar zijn we als Nederlander niet blij mee geweest. En dat werd dan negatief in de media vermeld. Maar nu hebben we weer 3 dames in de top 100 staan en 1 heer in de top 50. En nu krijgt het op een positieve manier toch weer aandacht. En daar ben ik wel heel erg blij mee. Maar ligt dat aan de aandacht die dan door de tennisbond aan de jonge tennissers gegeven wordt? Of trainingen enzovoorts? Nou, beide. Het is tennisscholen in combinatie met de bond. En die proberen de samenwerking steeds hechter te laten worden. Uh-huh. En op die manier dan zie je steeds meer talenten wel opkomen. Alleen het is vaak ook zo dat het talent vastgehouden moet worden. En dat is niet altijd even gemakkelijk. Nee. Omdat wij als Nederlanders vinden het ook gewoon heel erg belangrijk om de scholen af te maken. Ik vind dat zelf ook heel erg belangrijk dat je in ieder geval een papiertje in je handen hebt. Want het is niet zomaar vanzelfsprekend dat je zomaar een profcarrière in kunt gaan. Daar komt veel meer bij kijken dan alleen maar een balletje te kunnen slaan. Ja. Dus er komt heel veel discipline bij kijken. Er komt heel veel qua vrienden zeg maar een klein beetje moeten loslaten. En toch naar het buitenland gaan, weer terugkomen. Dan kun je wel weer met die vrienden afspreken. Maar kun je daar niet tegen, dan wordt het een stukje lastiger. Ja. Heb je heimwee? Wordt het ook een stukje lastiger. Dus dat zijn allemaal factoren die meespelen. Ben je blessuregevoelig? Ben je bereid gewoon om keihard te werken voor die ene doelstelling? Precies. En als dat het enige is wat je wil dan, en je hebt voldoende talent, dan ben ik ervan overtuigd dat je het kunt redden. Maar heb je een klein beetje van dat alles niet, dan is de kans groot dat je niet gaat redden. Dus daarom is dat papiertje wel heel erg belangrijk. Ja.
Maar, er is weer meer aanwas nu dus. Ja, dat denk ik wel. Alleen, er zijn ook voor de Nederlanders wel meer afleiding, zeg maar, in de zin van... Kom ze weer aan. in de zin van, als iemand goed kan studeren, dan kiezen ze vaak eieren voor hun geld. Van ja, dan toch maar liever voor die studie gaan. Ja. En mijn tennis op een ander pitje, zeg maar, doorvoeren. Ja, ja. Dus is dat lastig of niet? Nee. Nee? Nee. Dus dan ben je zo'n talent alweer kwijt. Want dan kiezen ze voor hun studie. En dan doen ze iets met hun andere talent. Maar ja, dat is niet altijd. Dan verliezen wij een tennistalent. En duidelijk. Dat is best lastig om dat op te pikken. Maar vooral die discipline die is daarin gewoon super belangrijk. Mm-hmm. Niet doen. Bezoek jij nog regelmatig grote toernooien? Op dit moment nog niet. Ik ben wel van plan in de toekomst, als mijn kinderen het leuk vinden om of leuk blijven vinden om te tennissen, mm-hmm. dan zou ik het heel leuk vinden om alle Grand Slams een keer af te gaan met ons gezin en te laten zien waar mama, zeg maar, getennist heeft en hoe haar leven een beetje in elkaar heeft gezeten. Mooi. Maar vinden ze het niet leuk, dan vind ik dat ook niet de moeite waard. Dan dus behalve Pleun heb je nog een zoon, hè? Ja, ik heb daarnaast nog zoon Wout en die is 7,5 en die vindt tennis heel erg leuk. Maar vindt ook voetballen heel erg leuk. Maar als ze het tennis zo leuk blijven vinden als nu, dan vind ik het erg leuk om het gewoon een keer te laten zien. En om gewoon een keer die Grand Slams op die manier een keer af te kunnen reizen. Heeft Mirjam Oremans eigenlijk nog wel tijd voor andere bezigheden, andere hobby's? Ik heb nog andere bezigheden naast de tennis, want ik heb ook mijn eigen voedingspraktijk, To Be Fit for Life. Daar ben ik op gekomen omdat ik zelf altijd moeite had om mijn gewicht op peil te houden. En toen dacht ik bij mezelf van ik kan de kinderen die ik nu lesgeef, kan ik wel wat tennistechnische dingen, tennistactische dingen, mentaal tot op zekere hoogte kan ik dingetjes bijbrengen. Mm-hmm. Maar op voedingsgebied ook wel wat, maar niet voldoende vond ik. En je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen om te vertellen dat voeding gewoon een hele belangrijke rol speelt in eventueel een bepaalde carrière die je wil nastreven. Dus vanuit maar, dat... Maar noem je dat een hobby, Mirjam? Nou ja, ik ben gaan studeren en ik, toen dacht ik bij mezelf, dat is nooit verkeerd, daar word je kennis toch altijd weer breder van. Ja. En dat doe ik qua werk nog daarnaast en qua hobby's. Ja, ik heb een gezin wat een grote hobby is, ik probeer zoveel mogelijk tijd te besteden daaraan. En daarnaast heb ik, vind ik zingen leuk, ik vind een keer ergens wat gaan drinken vind ik leuk. Dus voldoende bezigheden om me goed te vermaken. Vond je het leuk om eens even hier zo op de baan te zijn en weliswaar in een stoel en niet met een tennisracket in je hand? Maar... Ja, dat vond ik. Het is weer anders, hè. Dus dat is, ik vind dat sowieso leuk. Het heeft altijd wel affiniteit met tennis. Maar dat verloochen ik ook niet. Ik vind dat nog steeds een hele fijne sport. En om een keer op een andere manier op de baan te zitten, een hele relaxte vorm, is wel heel erg leuk. En tennis is zeker niet wat je in het begin zei. Hè? Jij mocht op je 10e beginnen omdat het een elitesport was en je eigenlijk niet eerder mocht beginnen. Tennis is zeker geen elitesport meer. Hè? Nee, zeker niet. En ik ben daar blij mee. Want iedereen die krijgt nu de kans om lid te worden van een vereniging op redelijk jonge leeftijd. Als ik naar mijn eigen kinderen kijk, Pleun die is 5 en Wout is 7. Ja, en die kunnen gewoon lid zijn van de vereniging. En die kunnen een balletje met ons gaan slaan als we daar zin in hebben. En of als zij daar zin in hebben. En, ja, dat maakt het een stukje toegankelijker voor iedereen. Tot slot, waar vinden we Mirjam Oremans over 15 jaar? Wow, over 15 jaar. Ja, dat is moeilijk aan te geven. Ik ben altijd in voor nieuwe dingen. Tennis zal toch de hoofdmoot blijven voeren, denk ik. Ik weet niet of ik dan nog op de tennisbaan zal staan, maar ik zal zeker vaak in de buurt van een tennisbaan te vinden zijn. En daarnaast hoop ik te kunnen genieten van alles wat onze kinderen doen. En mocht dat op een tennisbaan zijn of op een voetbalveld zijn of bij een andere keuze die ze maken, dan hoop ik dat ze daar vooral veel lol in hebben en dat wij daar dan op die manier ook veel lol aan kunnen beleven.